Heerlijk. En hier kan ik mijn krantje lezen hoe ik wil en alles. Dat is, het is gewoon relax. Ja, mevrouw, weer aan de koffie. Ja, lekker. Heerlijk. Lang geleden. Lekker. Echt. Ja, geweldig. Maar eigenlijk mag het nog niet, hè? Nee, eigenlijk mag het nog niet. Maar wij zagen het op Facebook volgens mij voorbij komen. Dat het van 12 tot 4 open was. Dus en toen dachten we maar gelijk daar naartoe. Het voelt heerlijk, mag ik zeggen. Hè, de gasten zijn er weer. We doen even onze actie, zeggen we dan. Heerlijk. Een actie, want volgens ondernemers is de maat vol. Hoewel horecaondernemers nog geen perspectief hebben gekregen, staan de seinen op groen. En mogen naar alle waarschijnlijkheid zeer binnenkort de cafés en de restaurants weer open. En nog protesteren meer dan 35 horecaondernemers uit Horst aan de Maas. Horeca is geen knipperlicht, dat kun je niet aan- en uitzetten. Als er dadelijk duidelijkheid komt dinsdag, en het zou versneld open kunnen, is het niet zo dat we meteen kunnen gaan draaien. Toch bent u een van de weinigen, hè? Twee steden in Nederland die actie voert. Ja, dan denk ik van, waarom voeren die anderen nog geen actie? Wim Cox schreef het mooi vandaag in de krant. Hè? We kunnen wat leren van de boeren. Boeren zijn, zitten in onze genen en wij voeren actie. Dat is ons verhaal. Na een uurtje was er bij sommige restaurants geen plekje meer vrij. Zoals hier bij het tapasrestaurant, dat normaal alleen 's avonds open is. Dus wij hebben eigenlijk een beetje een avondvullend programma. Dus normaal zijn we ook echt pas vanaf 4 uur open. Maar nu, omdat we tot de middag mogen draaien, hebben we er een lunchzak van gemaakt. Ja, we hebben er zelf deze drukte ook niet verwacht. Dus we beginnen nu echt dit mee te moeten verkopen. Want hoe fijn is het weer om hier aan een tafel te zitten? Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Ik mis het wel. Ik denk dat iedereen het wel mist om uit te gaan. Ja. Hadden ze niet even toch kunnen wachten hier om open te gaan? Had misschien wel gekund, maar goed, als de mogelijkheid er is voor ons en de burgemeester stemt ook toe, dan wie zijn wij dan om niet te komen? Heeft u het gemist? Zeker, zeker. Ja, de gezelligheid en dan makkelijk ook makkelijk de omgang. Je ziet anderen weer een keer. En bedoel, het kan volgens mij allemaal gewoon heel netjes. Iedereen zit hier gewoon netjes op afstand. Je blijft in je eigen bubbeltje. Dus waarom niet?